Zaterdag 21 september was het Pierre Kempdag. Kemp is een grote dichter uit de vorige eeuw en heeft jarenlang in Sint Maartenspoort gewoond, waar de Pierre Kempdag dan ook uitgebreid werd gevierd. We staan hier naast Pierre Kemp, of dat wil zeggen een afbeelding van Pierre Kemp. En als je draait, dan zie je daar het woonhuis. Hier heeft Pierre Kemp altijd gewoond. Midden in Sint Maartenspoort, dat is een hele mooie wijk, tegen Wiek aan, tussen de Maas en eigenlijk de statie. En wat vieren we vandaag? Het is 20 september. We vieren vandaag Pierre Kemp. Dat proberen we ieder jaar te doen. Proberen we de mensen eraan te herinneren dat hij hier gewoond heeft en dat hij zulke mooie gedichten heeft gemaakt. En wat we ook vieren is de presentatie van Us Beukske. We hebben met buurtbewoners, voor buurtbewoners, over de buurt en over elkaar een boekje gemaakt over deze wijk, over Sint Maartenspoort. En dat gaan we vandaag eigenlijk presenteren en dan kunnen mensen het inkijken en lezen en over elkaar lezen en over elkaar vertellen, oh ja, zo was dat toen of oh ja, zo was dat gisteren nog. En wat je hier ziet in de hele straat is eigenlijk, in de Turennestraat, is dat iedereen bij elkaar is om een lekker hapje te eten, naar muziek te luisteren, gedichten te leggen, te knutselen. Er is een kleine voorleestent. Nou ja, er is eigenlijk van alles te doen. Sint Maartenspoort? Van 1942, ja, 42. Ja. En u staat zelf ook in het boekje. U bent vandaag eregast, omdat u een van de oudste. Ja, u zit ook pontificaal in het midden op deze prachtige stoel natuurlijk. Wat vertelt u eigenlijk in het boekje, in het buurtboekje? Ja, alles wat ik heb meegemaakt in de straat. Hè. En dan bleef ik. Dat vroeger een beetje van de Jolly Twice. Ja, de naam Jolly Twice had ik op de vooruit staan op de winkel. Ja, ja. En dat was naaigaren en dat soort dingen? Alles wat ik hier in heb. Ja. En nu nog altijd daar. Dat is mevrouw Wijs, een van onze oudste inwoners, maar we hebben er nog één. Die is ook 97. Ik weet niet of ze 97,5 is. We gaan eens even loeren. Mevrouw Banens, ook 97 jaar oud? Nee, een ouder. Ouder? Ik ben 99. Pardon? Nou, dan zit u er nog echt hartstikke fris bij. Heel lang gewoond in Sint Maartenspoort. Op dit moment even niet, maar u bent ook geïnterviewd in het boekje, hè? Ja. Ja. Ja, ik vind het niet zo druk, maar ik vind toch diverse dingen die ik gezegd heb. Ja, oh, wat leuk. Ja. En herkent u ook veel verhalen uit de buurt? Ja, allemaal. Ja. Ja. Mijn zuster, die was dan burgemeesteres in Rimburg. En die ging iedere dag met een trein naar Rimburg. En toen was in die tijd waarin de trein maar één coupé eerste klas. En mijn pa wou voor de veiligheid dat mijn zuster eerste klas reizen. En meneer Kemp, die reizen ook eerste klas. Zeker vanwege zijn stand. Die hebben 40 jaar samen in een trein gezeten. En niets één woord gezegd. Meneer Kemp zag niks. Nee. En zat het te schrijven dan? Wat deed er? Nee, maar ik denk dat er in zijn kop bezig was met gedichten te maken. Met taal? Ja. Denk ik. We zitten hier met een stel jonge dichteressen. Die hebben les gehad op school van meneer Frans Budé over Pierre Kemp. Maar jullie hebben zelf ook een gedicht gemaakt. Wat weet jij nu over Pierre Kemp eigenlijk? Dat hij een hele speciale man was voor Maastricht. En dat hij heel erg goed kon tekenen. Want eerst was hij gewoon op school... Was hij aan het tekenen. Daarna mocht hij in een fabriek waar je borden maakt, mocht hij op schilderen. Dus, en daarna mocht hij nog groter en moest hij de geld uitdelen aan de mensen. En hij heeft ook gedichten geschreven, hele beroemde. U heeft ook Aldenhof.
wat, oh pardon, Nettie gaat er meteen bovenop. Echt, voor Nettie moest ze uitmuren. En hoe gaat het verhaal eigenlijk over wat Gerard vertelt? Ja, ik heb altijd gewoond in Wijk. Ik heb eerst in de Wilhelminensingel hier lang gewoond. En toen zijn we getrouwd, zijn we naar het Fatimaplein gegaan. En toen zijn we weer... Nu woonden we 37 jaar in de Turennestraat. Volgend jaar 40 jaar in de Turennestraat. 40 jaar in de Turennestraat. 40 jaar. En dan, ja, om het heukske bij Pierre Kemp en zijn broers. Ja. Die broers waren heel aparte lui. Ja. Want zijn zoon. Oh, ik moet zo opletten met Nettie, want ze houdt erop, hè. Dat waren zo'n apart. Die waren wel bij. Die waren bij, die kerels, echt moe. Ja, de ene niet. De ene was niet bij, maar die anderen waren wel bij. Die waren wel bij. En dan sprak ze met die lui, hè. En dan zag ze, heb je dat gisteravond op de televisie gezien? Nu heb ik geen televisie, want als ik hem koop, dan kijk ik hier hoor. Dat was ongelooflijk. Wat een vreemd lui eigenlijk. Ja, maar wel bij. Je had je sterrenkijkers op stoel. Weekend Lui was bij de opening van Karate Club Maastricht. De 67-jarige Albert Meurs traint zijn pupillen veelal zelf. Karate geeft de jongeren niet alleen doorzettingsvermogen en zelfbeheersing, maar zeker ook zelfvertrouwen en innerlijke rust. Ik heb die Karate Club in handen gekregen 2 jaar geleden. En, maar ja, u ziet dat wij daar een redelijke club van gemaakt hebben tot nu toe. Maar ja, karate dat is sowieso een samenhang van geest en lichaam. Dat is een van de aspecten wat bijzonder belangrijk zijn in karate. Het geeft je ook meer zelfvertrouwen als er ooit iets aan de hand zou zijn. Je kan je verdedigen, maar mijn motto is nog altijd van de weg van de minste weerstand is zorgen dat je weg bent. Wij beoefenen het karate als een sport. En we zien dat ook als een sport en op wedstrijden wordt er ook heel erg goed gekeken. De contacten die er gemaakt worden, die worden meteen afgestraft. Dat is de sport. Kijk, het is heel gemakkelijk om iemand een tik uit te delen of een trap uit te delen dat hij niet meer opstaat. Maar het gaat om de techniek, de beheersing. En de beheersing, dat is een van de grote aspecten in het karate. Wij zijn geen thai-boxers, wij zijn geen straatvechters, wij zijn gewoon lekkere sportmensen die lekker met de sport bezig zijn. Wij zorgen dat er jeugd, heel belangrijk, dat er jeugd opgeleid wordt, dat ze normen en waarden leren kennen, dat ze zich gedragen zoals het hoort op straat. En dat vind ik als leraar, vind ik dat zeer belangrijk. Waarom doe je karate? Ik doe karate, ja, dat is een goeie. Ik ben begonnen met karate omdat ik een vechtsport wilde gaan beoefenen. En ik wist niet precies welke. Ik hoorde in de vrienden van mij die deden boksen. Toen ben ik daar eens gaan kijken. En uiteindelijk was het leuk, maar niet echt wat ik wilde. Dus als er iets gebeurt op straat, 's avonds, denkt u dat u dan ook karate zou kunnen gebruiken en die persoon zou kunnen uitschakelen, ook al is het daar misschien niet voor bedoeld? Het is inderdaad daar niet indirect voor bedoeld, maar gelukkig is dat nog nooit gebeurd. Maar ik denk wel dat ik niet zomaar verloren zal zijn in een gevecht. Ik zou me wel kunnen verdedigen in een gevecht. Dus het heeft u wel zekerheid gegeven, zelfverzekerd? Het geeft inderdaad zekerheid, ja. Het is inderdaad... Je hebt nooit zekerheid of je een gevecht wint, maar je hebt doordat je het beoefent en er toch vaker mee bezig bent, toch wel de zekerheid gekregen dat mocht het gebeuren, je niets kunt doen. Dat je eventueel technieken kent die je kunt toepassen. Wij trainen hier in de Celestastraat in een gymzaal van de gemeente Maastricht. En wij trainen dat 2 keer per week, maandag en donderdag. Iedere stijl heeft zijn eigen vormen van katas.
Ik wou wel eens willen weten wat eigenlijk het verschil is in de Shotokan en de Wado-ryu. Het grootste verschil zit hem eigenlijk in de katas. Dus in de katas gaat Shotokan eigenlijk veel harder werken, zal ik maar zeggen. En de standen zijn veel lager, waardoor het eigenlijk iets atletischer eruit ziet als het Wado, maar het is daarom niet minder efficiënt. Ik vind het wel heel erg mooi om te zien, omdat het erg krachtig is. Zowel Shotokan, maar ook Wado-ryu. Maar ik doe liever aan het wedstrijdgevecht. Theo Zwakhade, waarom bent u geïnteresseerd in het karate? Ten eerste dat mijn dochter het doet. Ten tweede, ik doe het zelf al van mijn 11e jaar. Ja, dat is leuk. Meneer, wat vond u van onze performance? Nou, uitstekend. Waar ik heel veel van genoten heb, is de gigantische zelfbeheersing die jullie toonden. Want het lijkt allemaal heel gemakkelijk. Maar je moet toch wel wat in huis hebben om op dat niveau een demonstratie te kunnen geven. En zou u het zelf ook eens willen proberen? Ja, ik ben nu 55. Denk je dat dat kan? Ja, het is nooit te laat. Maar dan kom ik een keer bij je trainen. Ja, is goed. Dat is afgesproken. Ja. Waarom doe jij karate? Ik doe karate omdat ik het leuk vind. En ik doe voetbal en ik doe karate ook een beetje om sterk te zijn bij voetbal. En gewoon als veiligheid op straat. Oh, yeah. Nothing's gonna ever bring you down. I'm the best. Oh, yeah.